Het trieste bericht bereikte ons dat de Arnhemse politicus en voorzitter van de Arnhemse Ouderenpartij, Tom van Beers, overleden is. Nico Wiggers, huidige fractievoorzitter van de Arnhemse Ouderenpartij. Ja, meneer Wiggers, vandaag triest bericht dat uw partijgenoot en eigenlijk ook fractievoorzitter Tom van Beers overleden is. Gecondoleerd. Dank u wel. Ja, het is een groot verlies voor ons als Arnhemse Ouderenpartij dat hij er niet meer is. Het was niet te voorkomen. Nee, hij was al langer ziek, hè? Hebben we ook begrepen. Hij was al langer ziek en hij heeft zijn best gedaan om uit de ziekte te komen, maar dat is niet gelukt. Is de laatste dagen, begreep ik ook, is hij ook nog getrouwd met zijn huidige partner? Dat was een wens van hem om dat op het laatste moment nog te doen? Ja, dat was een wens van hem. Begin vorige week kwam hij tot de conclusie dat hij toch nog graag wilde trouwen. En met medewerking van de gemeente is hij toch nog vrijdagmiddag met zijn geliefde Ulrike getrouwd. Hoe moeten wij Tom van Beers herinneren? Als een man die voor de sociaal zwakkere mensen, voor mensen met een mindere opleiding, met armoede geconfronteerd, waar hij voor wilde opkomen. En het bijzondere van hem was dat als anderen riepen dat daarvoor moest worden opgekomen, dan stond hij niet op om te zeggen, ja, dat vind ik ook. Dan zei hij van, wat zal ik eraan toevoegen? Het wordt toch al gezegd. Nou, goedenavond, zei je met burgemeester Ahmed Marcouch. Meneer Marcouch, vandaag het trieste bericht. Dat raadslid, Arnhemse politicus Tom van Beers is overleden. Even uw reactie daarop. Ja, een heel verdrietig bericht. We leven ook mee met zijn vrouw en alle dierbaren. De heer Beers was een zeer betrokken politicus. Ondanks zijn ziekte probeerde hij toch altijd bij te zijn. Stuurde zo nu en dan ook mailtjes over zaken die in de stad bijvoorbeeld speelden. Dus was heel erg betrokken. Mm-hmm. En hij was ook wel in staat om ook met iedereen ook in de raad verbinding te maken. Het was een mensenmens en zo was hij ook betrokken in de manier waarop hij politiek bedreef bij Arnhem en de Arnhemmers. In die zin zullen we hem missen. En we zullen hem ook de komende raadsvergadering zullen we ook wat uitgebreid bij dit grote verlies stilstaan. Wij wensen familie en nabestaanden alle sterkte toe.